Welkom bij examenvraag 4. En examenvraag 4 wil ik met jou via Vimeo bespreken. En het gaat over hemodialyse. Iemand met slecht functionerende nieren, dan biedt hemodialyse vaak de uitkomst. Een aantal functies van de nier worden geheel of gedeeltelijk vervangen worden. De nierpatiënt wordt 3 maal per week gedurende een aantal uren aan het dialyseapparaat aangesloten. De samenstelling van de dialysevloeistof en de snelheid van bloed en dialysevloeistof zijn zo ingesteld dat een nettoverplaatsing van stoffen door het membraan zoveel mogelijk lijkt op het resultaat van transportprocessen door de wand van nierkanaaltjes van een gezonde nier. En dan hebben we daar nog een tabel. Dit is wat ik belangrijk vind. Oké. Nou, dan gaan we kijken. Hier hebben we de tabel. Bloedplasma. Zien we een aantal verschillen. Urinezuur zien we een significant verschil. HPPO4. Een verschil. Zwavel. Hier ureum. Een gigantisch verschil. Nou, ik ben benieuwd wat de vraag is. Een aantal stoffen komt in de verse dialysevloeistof niet voor. En andere stoffen juist in een hogere concentratie dan het bloedplasma van een gezond persoon. Leg uit waarom sommige stoffen die wel in het bloedplasma voorkomen in de verse dialysevloeistof ontbreken. Mijn antwoord zou zijn: stoffen zoals ureum moeten uit het bloed door een grote concentratie gradient gaat de diffusie door het membraan zo snel mogelijk. Dus het verschil tussen de concentratie in het bloedplasma en die in de dialysevloeistof is zo groot mogelijk. Dus diffunderen die stoffen door het membraan heen de dialysevloeistof in. Uit de samenstelling van dialysevloeistof blijkt dat geprobeerd wordt het bufferend vermogen van het bloedplasma van de nierpatiënt te verhogen. Nou, als ik hier kijk, dan zie ik hier het waterstofcarbonaat. En daar zit meer van in de verse dialysevloeistof. En minder bij de bloedplasma van de nierpatiënt voor dialyse. Dus er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk daarvan te krijgen. Wat je daarvoor moet weten, dat waterstofcarbonaat, HCO3-, is een buffer en wordt geprobeerd zoveel mogelijk HCO3- in het plasma van de
patiënt te krijgen. Oké. We gaan naar de volgende vraag. Voor hersendoorbloedingen. In de hersenen kunnen atrioveneuze malformaties voorkomen. Een AVM is een misvorming in het haarvat net tussen de slagadertje en een adertje. Waardoor het slagadertje direct overgaat in het adertje. De overgang bestaat uit een sterk verwijd bloedvat dat om die reden wel spatader wordt genoemd. In de onderstaande afbeelding is in tekening 1 schematisch een normale verbinding tussen slagadertje en adertje weergegeven. En in tekening 2 een AVM. Nou, zo'n haarvatnet heb je normaal gesproken. En hier gaat het eigenlijk direct over in een adertje. Dan krijgen we de vraag. Het bloed in het adertje van de AVM is relatief zuurstofrijk. AVM's kunnen tot bloedingen leiden doordat er in de spataderen gemakkelijk scheurtjes ontstaan. De gevolgen van dergelijke bloedingen lopen sterk uiteen, afhankelijk van de plaats en de omvang. Zelfs zonder dat er bloedingen ontstaan, kunnen er hinderlijke effecten optreden, variërend van acute hoofdpijn tot verlammingen. Leg uit waardoor het bloed in het adertje van de AVM relatief zuurstofrijk is. Er geen haarvat net is, kan er minder zuurstof naar de weefsels diffunderen. Daardoor blijft het zuurstofgehalte in de AVM hoog. Een andere verklaring kan zijn dat de wand van een ader dikker is dan van een haarvat, waardoor de diffunderen ook minder snel gaat. Allebei de antwoorden zijn goed. Bacteriële endocarditis is een ontsteking aan de binnenkant van het hart. Vooral van de hartkleppen. De hartkleppen kunnen hierdoor ernstig beschadigd raken met als gevolg dat ze minder goed sluiten. Bacteriële endocarditis wordt veroorzaakt door een bacterie, Streptococcus mutans, in de bloedbaan. Iedereen heeft deze bacterie in zijn mond, maar ook wel eens in het bloed, bijvoorbeeld na het tandenpoetsen als het tandvlees beschadigd is. Om bacteriële endocarditis te krijgen, moeten de bacteriën kans zien zich te nestelen op het weefsellaagje dat de hartkleppen bekleedt, het endocard. Dit is mogelijk als dat weefsel beschadigd is. Oké? Even kijken naar de vraag. Als endocarditis van de tweeslippige klep optreedt als gevolg van een tandheelkundige ingreep, heeft mutans in het lichaam een weg door de bloedbaan afgelegd. En hadden we deze of missen we nog een vraag? We missen nog een vraag. Leg aan de hand van de functie van de hartkleppen uit wat een nadelig gevolg is van een slecht functionerende hartklep. Daarvan moet je natuurlijk je antwoord opbouwen. Dus het eerste wat je vertelt is wat de functie van een hartklep is. Een hartklep zorgt dat bloed niet kan terugstromen van slagader naar hartkamer. Oké. Dat is 1. Dit is de theorie. Wanneer een hartklep
is aangetast. Stroomt. Bloed terug. En moet het hart vaker samen trekken. Dus ik heb hier verteld wat de theorie is. Ik vertel ook wat het gevolg is van die aangetaste hartklep. En vervolgens vertel ik dat, verbind ik die twee en vertel ik wat er aan de hand is. Nu gaan we naar die vraag 5. Die tweeslippige klep. Die tweeslippige klep is de halve maanvormige kleppen. Heeft het lichaam een weg door de bloedbaan afgelegd, noemde bloedvaten en delen van het hart die achtereenvolgens gepasseerd zijn op de kortst mogelijke route. Tandheelkundige ingreep. Nou, dan heb ik deze nodig. En hier gebeurt het natuurlijk bij de mond. Ik heb hier mijn bina's waar ik kan zien welke onderdelen van het hart gepasseerd worden. Nou, dan zal ik mijn best moeten gaan doen. Ik begin bij de slijmvlies haarvaten. Dat is de eerste, hè? De mond, slijmvlies, haarvaten. De slijmvlies, mondslijmvlies, ader, kom maar, bovenste holle ader, de rechter. Boezem, rechter, kamer, de rechter kamer, en de rechter kamer ga ik naar. De longslagader, longhaarvaten, longhaarvaten, dan krijg ik de longader, dan kom ik terecht in de linker. Boezem. En tussen de linkerboezem en de linkerkamer kom ik de twee slippige klep tegen. Dus dan ben ik er. En dit is dan alweer het einde van de behandeling van examenvraag 4. Veel succes met studeren voor de laatste loodjes.